Hoi, gisteren tekenden we natuurlijk dingen die bij het strand horen, maar het is vandaag bikini-dag. Ja, en dat hoort natuurlijk ook bij het strand. Bikini. Laten we eens een bikini tekenen. Bikini. Een raar woord eigenlijk. Teken je weer mee? Ja, bikini-dag. Nou ja, gisteren strand inderdaad. Nu bikini, ja, die kom je natuurlijk tegen op het strand. Tenminste, als de dames niet topless liggen, want ja, dan hebben ze alleen nog een broekje aan. Maar hoe teken je nou een bikini? Nou, een bikini in tegenstelling tot een BH. Een BH die moet natuurlijk iets opvangen. Is een bikini vaak met kleurtjes of een leuk streepje, maar een leuk motiefje. En is het meer als zijnde bedekking. Hier een touwtje eraan zo met een strikje. Zo. En ook hier zit dan dat touwtje aan en dan het strikje op de rug. Zo. Nou, deze kunnen we dan zo nog kleuren, zeg maar. Gestreept. Ja. En dan natuurlijk een broekje. Laten we het broekje zelf de streepjes geven, alleen dan net de andere kant op. Zo. En dan kan je natuurlijk ook bolletjes geven of weet ik veel wat. Nou, hier ook een strikje. Zo, en hier dan ook. Misschien hier... Even andere stift pakken, zie ik. Kijk. Zodat dat wat duidelijker, hè? Zo. Nou, je kan natuurlijk ook hier bolletjes inzetten of een ander motiefje doen. Ik zou zeggen, ga zelf eens kijken wat voor verschillende bikinis er zijn. Misschien heb je zelf in je kast al een bikini liggen. En probeer die eens na te tekenen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!